Het glazen huis van 3FM is nu echt van start gegaan. De komende week wordt op de Grote Markt in Nijmegen volop geld ingezameld. Een week niet eten en 24 uur per dag radio maken. Gisteravond was het dan zover. 3FM-dj's Barend, Wijnand en Sophie werden opgesloten in het glazen huis voor de actie Serious Request. De komende week gaan zij vanaf de Grote Markt in Nijmegen proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen. We staan bij het glazen huis in Nijmegen natuurlijk. Maar wat gaan wij hier vanavond allemaal doen? Nou, als het goed is, ben ik bij Café Jan, het laatste diner van de drie dj's. Verder is er iets van Diggy Dex die komt zingen en burgemeester Bruls. Maar zelf doneren we natuurlijk ook. Ja, dat klopt. Wij hebben namelijk met RN7 en onze luisteraars hebben wij ook een bedrag opgehaald. En dat is niet het minste bedrag, dat is best wel oké. Maar daar hoor je straks meer over. Al in de loop van de middag verzamelen de eerste toeschouwers zich op de Grote Markt. Toch begint het programma voor de dj's niet buiten, maar in een van de aangrenzende cafés. De dj's mogen natuurlijk een week lang niet eten. En nu krijgen ze hun laatste avondmaal bij Stadscafé Jan. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat laatste avondmaal hun gaat smaken. In Stadscafé Jan is de chaos inmiddels compleet als de radiomakers zijn aangeschoven voor hun laatste maaltijd. Samen met burgemeester Bruls genieten ze van hun laatste vrije momenten, terwijl de gehele vaderlandse pers toekijkt. Jullie vertelden in de podcast dat jullie eigenlijk al hartstikke veel sushi hiervoor hebben gegeten, want dit valt altijd een beetje tegen. Nee, het is hebben we niet gedaan, dat is niet gelukt. Dus dat gaat, ons laatste avondmaaltje voor een week. Was ook wel weer goed voor je, toch? Ja. Ja. Hey, en waar zie je het meeste teken op? Een hele week geen eten of een hele week geen telefoon? Ik kijk er allebei wel naar uit, hoe gek het ook klinkt. Omdat telefoon ben je altijd toch maar heel druk mee en altijd mee bezig. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe dat is om dat niet meer te hebben. We moeten gewoon gaan beginnen, dat is het. Ja, dat is het echt. Van een collega van mij krijg jij het aanbod 1 miljoen. En dan, of nou, niet het aanbod, maar er werd eigenlijk verteld, voor 1 miljoen zou jij jouw kop kaal scheren. Dat heb ik inderdaad gezegd, maar ik zei wel overwegen. Dat is wel een heel belangrijk detail. Voordat je nu gaat bekendmaken dat er 1 miljoen gedoneerd is. Nee, helaas. Nee, dat niet. Helaas. Nee, ja, eigenlijk ook weer niet gelukkig. Het is heel dubbel. Maar we zijn wel een beetje onderling aan het bespreken van welke challenges zouden we zelf willen doen. In ruil voor een donatie hoort er toch een beetje bij. We zijn er nog niet over uit. Maar hebben jullie al mooie verzoeken gekregen? Is er een mooi aanbod geweest? Er is een verzoek dat mijn huisgenoot Wijnand zijn baard groen gaat verven. Een leuk, kort, pittig kapsel van mijzelf. Ja. En voor Barend zit er ook nog iets met zijn haarkleuren, baard afscheren bij. Kaal. Dus het heeft vooral met kapsels te maken, merk ik. In de aankomende week zal er geld worden opgehaald voor het goede doel. Dat doel is dit jaar Stichting ALS Nederland. De directeur van de stichting is maar wat trots dat dit gebeurt. Hoe is dit voor u? Ja, fantastisch natuurlijk om te zien dat er zoveel aandacht is voor de ziekte. En mensen echt bereid zijn om in actie te komen. En met elkaar samen te komen hier op de Grote Markt in Nijmegen. Om ook echt het verschil te maken. Het is hartverwarmend voor ons om te zien. En de dj's hebben zich natuurlijk heel lang voorbereid hierop. En wij natuurlijk ook met het team, samen met het team van de NPO 3FM. Dus wij zijn ook ontzettend blij dat het nu echt gaat beginnen. Ja. Hey, en wat hoop je nou deze weken op te halen? Ja, weet je, wij hebben eigenlijk helemaal geen bedrag in ons hoofd. Maar wat we vooral heel erg willen is dat heel Nederland in actie komt. Dat heel Nederland begrijpt wat ALS is, hoe vreselijk het is. En dat we echt de handen in één moeten slaan om het verschil te gaan maken. Om een behandeling te vinden en om hulpmiddelen aan te kunnen bieden aan mensen. Zodat ze echt wat kwaliteit van leven nog hebben in de tijd die hun rest. En dat is wel echt wat wij heel graag willen. Dat iedereen dat begrijpt, de ernst van de ziekte. En dat iedereen daardoor bereid is om ook in actie te komen en iets te doen. Dus zelf een actie bedenken, een plaat aan te vragen. Het maakt ons niet uit. Maar ja, we hopen dus dat heel Nederland in actie komt. Ja. En dat alles vindt plaats in het mooie Nijmegen. Voor mensen die voor het eerst in Nijmegen zijn, die hierheen komen. Wat wil je dat mensen meenemen? Het belangrijkste is dat ze eigenlijk heel veel komen geven, hè? Want we doen het voor het goede doel. En als ze dan ook nog iets meepikken van de open sfeer, hoe Nijmegen er zijn, dat zou geweldig zijn. En dan nog één korte vraag. Zou u het kunnen onder deze omstandigheden een week lang?
Nou, ik zou me wel goed moeten voorbereiden. Als ik nu zo onvoorbereid moet gaan, ik denk dat ik na een paar dagen door echt wel knagend van de honger uit het bed zou rollen of zo. En het zou wel goed voor mij zijn, scheelt een paar kilo. Ik denk dat je wel goed moet voorbereiden. Dat zullen zij ook wel hebben, want het klinkt wel mooi voor het goede doel. 7 dagen en plaatjes draaien, maar we weten van eerdere edities, het is ook wel een aanslag. Dus ik vind het wel echt knap wat ze doen. Fantastisch. Ja, dat is ook zo. En jouw laatste, uw laatste plaat, wat zou het moeten zijn? Oh, goede vraag. Nou, dan kies ik altijd voor Elvis Presley. Ja. Oké, hele fijne avond. Dankjewel. Op de Grote Markt is het inmiddels gezellig druk. Hey, eigenlijk de vraag, hè, wat we overal zien is, als je nog 1 plaat mag aanvragen, de allerlaatste plaat, welke zou dat dan zijn? Oh, ik ben van 1949. Ik dwarrel altijd in het nostalgische. En dat zijn de Stones. Dan zou dat Nijmegen van Ronnie Ruijstal zijn. Wauw, wat een goede plaat. Kan niet anders toch dan hier? Het moet hier. Het moet hier, want kom jij zelf uit Nijmegen? Ja, ik woon daar zo. Ja, ik woon erachter, achter het podium. Dus dat staat in mijn voortuin. Hey, straks is er wel een hele bijzondere actie opgezet. Vertel eens, wie komen hier straks aanfietsen? Art, Elian, Rens en Milan. En wat zijn dat van jou? Het zijn vrienden van mijn broer. Mijn broer is Milan. Vrienden van jouw broer. Hey, en op welke manier zijn gaan zij geld inzamelen? Ik weet het niet. Ja. Op welke manier gaan ze geld inzamelen? Dus ze komen hier met. Ze gaan fietsen. Wat gaan ze precies doen? Ze gaan mountainbiken en dan gaan ze geld inzamelen. En ze gaan 100 kilometer fietsen zodat ze geld krijgen. 100 kilometer, wat een lange tocht. En van waar tot waar fietsen ze dan? Van Deventer gaan ze naar Duitsland en van Duitsland komen ze naar Nijmegen. Wauw. En hoeveel geld hebben ze opgehaald? 1500 nu. Nou, prachtig. We gaan ze dadelijk zien aankomen, hè? Nou, ik ben heel benieuwd. Kijk, 100 kilometer. Hallo, hoe gaat het ermee? Ja, goed. En wie van de 4 ben jij? Ik ben Bas. Jij bent Bas, want we hebben net al Romy even gesproken. En jij bent Bas. En hoe voel je je nu? Ja, gaat nog goed. Je denkt, doe er maar 100 kilometer bij. Zou zo kunnen. Ja, zou zo kunnen. En hoe lang ben je hiermee bezig geweest vandaag? We zijn om 11:30 vertrokken. 11:30? Zo, dat is dus best wel een tour. En hoe vaak zijn jullie gestopt onderweg? Elke 20 kilometer. Nou, dat is verstandig. En eet je dan nog iets speciaals vandaag of juist heel weinig? Niet echt speciaal, nee. Gewoon normaal. Gewoon normaal. En moet je dan, als je dan naar de wc moet je met z'n alle vier tegelijkertijd? Ja, dat zou wel kunnen. Gewoon een boompje pakken. Ja, heel goed. Hey mannen, volgens mij zijn er heel veel mensen bij jullie, op jullie te wachten. Hoeveel geld hebben jullie opgehaald? Nog één keer vertellen voor ALS? Zover ik weet... 1520 euro. Nou jongens, ontzettend goed gedaan. Een mega applaus vanuit iedereen hier volgens mij. En super, super goed gedaan. Iets na 8:00 is het zover. De DJ's maken zich nu echt klaar voor de actieweek. Het moment wordt muzikaal bijgestaan door zanger Diggy Dex, die voor de gelegenheid zijn hit Treur niet liet horen. Oké, we staan nu bij het glazen huis en volgens mij komen ze ieder moment binnen. Het is chaos zoals je aan mij kan zien, maar ze komen er zo aan. Nog eventjes wachten! Hi, heb je het een beetje ineens in? Ja. Vind je het spannend? Ja. Heb je al een nummer aangevraagd? Nee, nog niet. En als je dat zou doen, wat zou je dan aanvragen? Dat weet ik niet. Van wat voor muziek hou je? Weet ik ook niet echt, van alles. Dat maakt ook niet uit, ik overval je helemaal. Dag mevrouw, u staat hier met plezier, hè? Ja, zeker. Ja, en heeft u misschien al een nummer aangevraagd? Nee. De DJ's zwaaien het publiek nog eenmaal toe en betreden dan echt het huis. De burgemeester zorgt er hoogstpersoonlijk voor dat de deur goed wordt afgesloten. Ja, en Sophie! Dus we zijn, en de deur gaat dicht! Nu al, dat ging heel snel. Jawel, de deur is... Ja, die heeft hem meteen dicht gemaakt. Oh, wat ging dat snel. Zo, hij is op slot. Vanaf dat moment is Serious Request officieel van start gegaan en kan de afgeladen Grote Markt nog genieten van enkele optredens. Inmiddels ligt voor de DJ's de eerste nacht achter de rug en is de eerste actiedag in volle gang. Deze middag gingen wij even langs om te kijken hoe het eraan toe gaat en een kleine attentie uit te delen namens de werknemers van RN7.
Ik ben momenteel weer even terug op de Grote Markt en het is nu ongeveer 1 uur 's middags. Dat betekent dat de DJ's nu zo'n 17 uur zijn opgesloten. We kunnen ze vandaag nog even niet spreken, maar we hebben inmiddels begrepen dat de eerste nacht als vrij pittig is ervaren, voornamelijk door het vele lawaai om het huis heen. Op dit moment is Sophie aan het draaien in het glazen huis. Er staan hier en daar wat plukjes mensen toe te kijken. Ik ben heel benieuwd wat zij zoal komen doen. Goedemiddag, wat brengt u hier? Ik was benieuwd hoe het allemaal uitzag hier. Ik ben even een kijkje komen nemen. Ja, goede vraag. Even kijken. Even kijken. En hebben jullie misschien al een plaatje aangevraagd? Nee, nog niet. En zijn jullie wel van plan te gaan doneren? Ja, dat heb ik al gedaan. Ik heb al gedoneerd, gewoon regelmatig platen vragen en dan kan je een paar keer doneren. Ja. Nog niet, maar ik ben wel van plan. Ja. En ga je dat hier straks fysiek doen of doe je dat online of via een andere speciale actie? Ik ga dat fysiek doen. Oké, okay, ja. Heel goed. En heb je wel een beetje idee wat je wil gaan doneren? Nee, dat nog niet. Okay, nee. Moet je nog even bedenken. Ga je vanavond ook even langs? Vanavond niet. Vanavond moet ik weer thuis zijn, dus helaas. Ga je vanavond ook? Ja. En voor wie ga je dan? Ja, mijn vriend houdt enorm van hardstyle, dus ja, dan moeten we wel gaan. Vanavond zal de Grote Markt waarschijnlijk weer helemaal volstromen met publiek. Dan zijn er optredens hier op het podium. Van onder meer Wild Styles, Headhunters, maar de grootste publiektrekker is Tom O'Dell. Hij zal hier om 9 uur optreden. Verder wordt vanavond de eerste tussenstand bekendgemaakt van het geldbedrag dat nu al is opgehaald voor Stichting ALS Nederland. We hebben inmiddels al talloze mooie acties en gulle giften gezien. Zo heeft bijvoorbeeld onze eigen voetbalclub NEC een cheque overhandigd van ruim 25.000 euro. Een bedrag dat de spelers eigenhandig hebben ingezameld. Ook wij van RN7 zijn natuurlijk intern even met de pet rondgegaan. Aan NEC kunnen we misschien niet tippen, maar het is zeker een mooi bedrag geworden. Het moment is daar. De cheque van RN7 gaat door de brievenbus. Het is een bedrag van 615 euro. De teller staat nog steeds aan. Ik probeer even contact. Het is geen miljoen geworden. Maar we gaan het toch doen. Geen miljoen. Het gaat niet kaal helaas. Maar we gaan het wel doneren. Het is geen miljoen helaas. Zo, top! Onze bijdrage is ook geleverd. Morgen gaat de actie uiteraard weer verder. Dan weten we ook wat de eerste tussenstand is en is er weer volop live muziek op de Grote Markt. Dat begint in de ochtend al met het optreden van Lucas Hamming in het Glazen Huis. In de avond wordt het podium weer gevuld en dat doen onder andere Crisscross Amsterdam en Cloud. Daarna spreken we morgen met één van de DJ's in het Glazen Huis en horen we dus hoe het echt is om daar opgesloten te zitten. Dat allemaal morgen dus in een nieuwe update. Dan nog even ander nieuws. Bij een brand in een woning aan de Veesteeg in Boven-Leeuwen is een persoon overleden. De grote brand ontstond in de nacht van zondag op maandag. Een traumahelikopter werd ingevlogen, maar alle hulp bleek te laat. Bij aankomst stegen dikke rookwolken uit de woning die tot ver boven de woning reikten. In de woning woedde de brand hevig. De brandweer is de woning binnengegaan waar zij een persoon aantroffen. De woning is volledig uitgebrand. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand, melden zij op sociale media. De 37-jarige Nijmegenaar, die ervan wordt verdacht eerder dit jaar een oude koppel in Rotterdam te hebben doodgereden, heeft spijt betuigd. Volgens het OM reed hij voor het ongeluk meer dan 100 km per uur, reed hij door rood licht en had hij te veel alcohol gedronken. De Nijmeegse Mark G. reed op 2 september van dit jaar een 79-jarige man en zijn 74-jarige partner dood op de Maasboulevard in Rotterdam. In de rechtbank richtte hij bij de eerste voorbereidende zitting rechtstreeks tot de nabestaanden met de tekst: dit was nooit mijn bedoeling. De sluis bij Grave is voor de tweede keer binnen een week defect. Schepen moeten sinds zondagochtend kilometers omvaren over het Maas-Waalkanaal via de sluis bij Weurt. Het is nog onduidelijk hoe lang de reparatie zal duren. Amper een week na de vorige storing is het opnieuw mis bij de sluis tussen Grave en Neder-Asselt. Duikers van beheerder Rijkswaterstaat stelden zondag vast dat de oorzaak dit keer een kapotte cilinder is in de noordelijke sluisdeur. Het kunstwerk van het kleine huisje bij de Lentse Waranden wordt binnenkort verplaatst. Het staat nu langs de fietsbrug, maar moet plaatsmaken voor woningbouw. Het huisje krijgt een nieuw onderkomen in het dierenparkje De Kleine Kern in Lent. Zo laat het dierenpark weten op Facebook. Daar komt het op een kleinere sokkel te staan op zo'n 2 meter hoogte. De kunstenaar laat weten blij te zijn met deze oplossing. De enige andere oplossing zou zijn dat het kunstwerk vernietigd zou worden.
Bezoekers van Winterswiegen, dat afgelopen zaterdagavond plaatsvond in het centrum van het dorp, waren over het algemeen matig enthousiast over dit nieuwe evenement. De organisatie achter het noodlijnende Sprookjesfestijn wilde een nieuwe weg inslaan. Vooral de jonge kinderen misten de nodige invulling voor hun doelgroep, zoals de sprookjesfiguren die voorheen rondliepen. De getrokken conclusie is dat het evenement vooral meer magie nodig heeft. Nadat we vandaag weer een donkere en grijze dag op ons bord kregen, wordt het morgen alleen nog maar minder mooi. Vannacht gaat het op steeds meer plaatsen regenen en dat is meteen een voorbode voor de kletsnatte dag die het morgen zal worden. Het zal dinsdag de hele dag regenen en die regen trekt pas in de loop van de avond weer weg. Het wordt daarbij maximaal 9 graden. De dagen erna blijft het nog regenachtig. Woensdag zal opnieuw een regengebied overtrekken waar we in de namiddag en avond mee te maken krijgen. Donderdag is de regen meer buiig van karakter. Wel gaat de temperatuur dan iets omhoog naar 11 graden. Tot zover het RN7 regionieuws van maandag 18 december. Inmiddels hebben wij een aantal winnaars getrokken die de tickets ontvangen voor het Kerstcircus Nijmegen. Wil je weten wie dit zijn en of je misschien zelf hebt gewonnen? Kijk dan op onze Facebook of Instagram pagina via RN7 online. Heb je niets gewonnen, maar wil je toch een keer naar het circus? Zorg dan dat je tijdens de kerstdagen klaar zit voor onze kerstquiz. Want ook daar kun je tickets winnen voor dit circus. We zijn morgen weer bij je terug, dus graag tot dan.